En daarom zou ik ook aan de kinderen willen vragen, een driewerf hoera voor ons Sint-Nicolaas. Hoera! 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 Sint-Nicolaas, de kinderen hebben fantastisch opgepast het afgelopen jaar. En ze hebben gezorgd dat de ouderen geïnspireerd werden om goed om te gaan met de stad Breda. En daarnaast hebben de cadeautjes een snoep heeft gebracht met al uw pieten. Vaart u daar onderdoor. De poort gaat omhoog. En u bent graag mijn gast op het kasteel van Breda. En kijkt u eens daar, dat mooie kasteel met al die raampjes. Daar staan allemaal bedjes. En ik ben ervan overtuigd dat daar voor al die pieten ook een bedje is. Dat zij na het harde werken kunnen slapen. Ik ben ook heel blij, meneer Van der Velde en meneer Lieskes was het. Lieskes. Ja. Dat ik hier mocht komen. Want eigenlijk hadden we meneer Van der Velde nog iets moeten vertellen. Weet u nog dat ik vorig jaar hier ook was? En wat ik toen tegen u gezegd heb? Dat ik het zo leuk zou vinden dat ik niet als eerste in Harderwijk kwam, net als dit jaar, maar in Breda. Als tweede kom ik altijd in Breda. En weet u wat u dat gekost? Pietje mee. Hebben jullie dat gezien? Ja, op tv, Sinterklaas. Op de televisie, in die zak. Die Pietje zat in die zak. Maar dat was een heel slim Pietje, Christel. Ja, Pietje, Sinterklaas. Je kan alles als een man. Ik praat denk ik weer veel te veel. Ik ben er voor de kinderen. Ik ga dadelijk naar Amerika opzoeken. Wat zeg je? Heb je cadeautjes? Ik heb cadeautjes van de burgemeester en de gouverneur, Sinterklaas. Oh, wat leuk. Dat doen we al gewoon voordat we... Op het moment dat we in de stad binnenkomen, Sinterklaas, voor de gastvrijheid. Want ik vind dat ze toch wel heel erg gastvrij zijn. Ze zijn heel erg gastvrij, ja natuurlijk. Nou, dan mag jij die uitreiken. Zal ik een van de burgemeester? Voor de burgemeester. En de vrouw, alsjeblieft. Dank u wel. En voor u ook. Alsjeblieft. Zo, u wilde nog iets zeggen. Sint-Nicolaas, als u mij een brief stuurt en u zegt, ik wil hier voor de eerste keer komen, dan helpt u mij daarbij. En dan gaan we samen kijken of het toch een keer gaat lukken dat u hier als eerste ontvangen wordt in de beste binnenstad en bijna de meest gastvrije binnenstad. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we samen. Ik weet dat je een beetje klein bent, maar ik heb een beetje klein zoontje. En daar is het een kleine pietje. Ik ben ook daar. Ja, ik ben zelf al een jaar geweest. Met de huizen, joh. Ja, dat ken ik niet. Hey, dat was gezellig van jou. Dat vond ik wel heel gezellig. Dat was ook een opa, hè. Opa met zijn grote baard. Ja, oh, lekker aardappel. Ja, we zien jij. Dan maak ik het uit, hè. Nou, hè? Oh, 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 hè? Waarschijnlijk was je dat al lang duidelijk als je goed hebt opgelegd. Oké, lieve kinderen, de beurt is nu aan jullie. Het is pakken, het is Sint School, Piet is vet. Sint School en 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 Piet is vet.
als we weer in Nederland zijn. Hij is goed.